Vandaag op de barbecue, Bulldog, Koreaanse fire chicken met kaas. Ben je hier voor het eerst? Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ook jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Wil je daar meer van zien? Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. Druk meteen even op dat belletje naast de abonneerknop, dan stuurt YouTube je een melding als er weer een nieuwe video online is. Nou, het wordt wat frisser buiten. Tijd om dingen te gaan maken waar je het warm van krijgt. Dat kan natuurlijk een stoofpotje zijn, maar ja, deze bulldog of fire chicken, dat is natuurlijk wel een gerecht waar echt het zweetje van uitbreekt. En ja, ik vind dat hartstikke lekkere dingen. Het is een Koreaans gerecht. Bul staat voor kip en dak staat voor vuur. Dus het is vuurkip en ja, het is typisch Koreaans barfood. Dus je krijgt dat als je ergens een drankje bestelt. En ja, door de hitte ga je meer bestellen, dus komt allemaal ten goede van de uitbater van de bar waar je in zit. Je gaat meer drinken, dus de omzet gaat omhoog. Maar ja, ik maak het vooral omdat het erg lekker is en omdat ik van pittig eten hou. Deze versie heeft kaas. Die kaas die zorgt ervoor dat het, je hoeft er niet van te schrikken, het is gewoon mozzarella. En die kaas die zorgt ervoor dat het iets milder wordt en ja, het draagt bij aan de romigheid van het gerecht. En ja, het is gewoon heel erg lekker. Hele rare combinatie, kip, kaas en een hele pittige saus. En ja, het heeft weer die typische gochujang smaak, dus die gefermenteerde Koreaanse peperpasta. En ja, ik vind dat heerlijk, het is een soort verslaving op een gegeven ogenblik. Ga je op zoek naar gerechten waar dat allemaal in zit en dit was er één van. Dus dit is een wat gecompliceerdere versie, komt van Serious Eats af. Er zijn ook simpelere versies, daar zal vast later nog wel een keer een video van komen. Want ik vind het dan ook leuk om dat soort dingen te verkennen van ja, wat is er nog meer mogelijk. Maar vandaag is het dus de Serious Eats versie. En hoe je die maakt, ga ik je laten zien. Dus laten we als eerste de keuken induiken. Voor onze bulldog beginnen we met het door elkaar mengen van een aantal ingrediënten. Om te beginnen kippenbouillon. Ik doe dat niet al te moeilijk, ik heb gewoon een bouillonblokje gebruikt. Daar gaat sojasaus bij. En zoals altijd het recept kun je nalezen op mijn website. Daar staan alle verhoudingen, alle dingetjes, dus dat maakt het een stuk makkelijker. Dan gaat er een ingrediënt in dat je waarschijnlijk niet kent. Dat is Koreaanse rijstsiroop, rice syrup. Dat is een zoetmaker uit de Koreaanse keuken. Voor een aantal dingen zul je naar de toko moeten, dus neem dat dan gelijk mee. Heb je nou niet van die rice syrup of heeft jouw toko dat niet, dan kun je ook altijd honing gebruiken of suiker. Maar ja, als je het originele spul kan vinden, dan is dat wel zo lekker. En tegenwoordig, de meeste tokens van Amazing Oriental hebben wel een Koreaanse sectie waar je dit soort gekkigheid kan vinden. Dus. En vraag het anders eventjes. Mensen zijn altijd behulpzaam. Niet iedereen snapt wat je bedoelt. Ik heb al een paar keer gehad dat ik met het verkeerde de winkel uitgaat. Het ligt er heel erg aan wie je hebt, maar over het algemeen word je goed geholpen. En dan is er ook geen onwil, maar ja, er zijn een heleboel dingen die dan rice syrup heten. En dan moet je net toevallig de goede te pakken hebben. Dan mag er gochugaru bij. Dat heb ik al eens gebruikt in de Koreaanse sperrips. Dat zijn Koreaanse pepervlokjes. En deze geven niet zozeer heel veel hitte af, maar meer kleur. Je koopt dat in een hele grote zak. Er schijnen ook kleinere verpakkingen te zijn, maar ja, wat ik altijd tegenkom is bijna een halve kilo. Je doet er een hele tijd mee, maar ja, het gebeurt ook voor de rest niks mee. Het zijn gedroogde pepers. Dus. Ja, en dan een van mijn favoriete ingrediënten, gochujang. Het is een gefermenteerde peperpasta. Als je hier vaker kijkt, dan heb je dat al een aantal keer langs zien komen. Dat gaat erbij. Gochujang is een van de dingen die het pittig maakt. Dus als je denkt van ik wil het wat minder heet hebben, schaal dat dan een heel klein beetje terug. Daar zit de pit in. En in de pepers die we er straks nog aan toe gaan voegen. Nou, dan mag er nog sesamolie bij. Ook zoiets wat je tegenwoordig in de supermarkt volgens mij kan vinden. Maar ja, als je in de toko bent, grote flessen voor weinig. En dan is dat het eerste deel. Dit mengen we even door. Ik
Als dat mooi een egale vloeistof is geworden, dan zetten we dat apart. Gaan we verder met het volgende deel. Nou, daarvoor beginnen we met een pannetje. Dat zetten we op het gas. En daar mag wat olie in, een eetlepeltje of twee. Dan gaat daar knoflook in. En dat is heel veel knoflook. 6 tot 8 teentjes. Het is niet een gerecht waarvan je denkt van ik ga nog op een blind date hierna. En daar mag gember bij. Een beetje de klassieke smaak uit de Oosterse keuken. Ik ras mijn gember altijd en eigenlijk ligt altijd een stukje in de koelkast of in de vriezer. Dat ik dan ras pas als ik het nodig heb. Nou, dat laat je even zacht worden. Doe het niet op zo'n heel hoog vuur. Na zo'n minuutje is dat mooi zacht geworden. We gaan er 2 Spaanse pepers bij. Heel fijn gesneden. Wil je het heter, dan kan je hier van die Thai bird's eye voor nemen. Van die Thaise pepertjes. Ja, ik heb uit deze heb ik de zaadjes gehaald. Als je dingen pittiger wil hebben, kun je de zaadjes erin laten zitten. Maar dit samen met de gochujang bepaalt de hitte. Dus minder pepertjes of minder scherpe pepertjes. Zorg er ook voor dat je gerecht wat milder wordt. Of als je voor een scherpere peper kiest, dat het wat heter wordt. Dan mag er nog wat zwarte peper bij. Fijn gemalen. Nou, als het allemaal mooi zacht is, dan mag ons mengsel erbij. Mag het vuur wat hoger, want dit moet koken. En als laatste mag er dan nog wat 7-Up bij, of Sprite. Maar Sprite is tegenwoordig niet meer... is alleen maar suikervrij te koop, dus ja, ga voor een citrusdrankje met suiker. Al die zoetstoffen opwarmen, daar ben ik nooit een voorstander van. Dus. Nou, dit brengen we aan de kook en dat laten we dan tot de helft inkoken. Dus houden we ongeveer in de gaten wat het niveau is in je pan. En laat dit rustig terugkoken tot de helft. Nou, deze saus slash marinade die kun je tot een dag of 5 van tevoren maken. Dus dan hoef je dat niet op de dag zelf te doen. Hierna moet hij afkoelen als hij helemaal ingekookt is. En dan gebruiken we hem daarna als marinade. En we houden een deel apart voor als saus. Maar je kunt dat dus ruim van tevoren doen, zodat je niet alles op het laatste nippertje hoeft te doen. Nou, zoals je kunt zien is die saus ongeveer de helft ingedikt. Mag die van het vuur af en afkoelen. En dan is het eerste deel van ons recept klaar. Is het tijd geworden om de kip te marineren. Ik gebruik daarvoor een IKEA zak. Dat vind ik zelf wel het makkelijkste. En daar mogen dan mijn kippendijtjes in. Dit zijn kippendijfiletjes, helemaal schoongemaakt al. Je kan ze met bot doen, dan snij je het botje los. Kan allemaal. Ik vind dit makkelijker. Als dat er allemaal in zit, dan gaat de saus erbij. De helft van de saus die we gemaakt hebben eerder. Doe je zak dicht. En dan is het een kwestie van even goed doormengen. Als je kippendijen rondom bedekt zijn, dan is dat goed genoeg voor nu. Doen we ze even in een schaal en zetten we ze in de koelkast. Dan moeten ze minimaal 3 kwartier staan. Je kan ook een hele nacht doen, maar 3 kwartier is het minimum dat je moet doen. Die schaal is ervoor dat als die zak lekt, en dat is me in het verleden wel eens gebeurd, dat dan niet je hele koelkast onder zit. Dus extra veiligheidsmaatregel. Dit gaat de koelkast in en dan gaan we zo de barbecue aansteken. Nou, een beetje voor de 50-50 methode, dus half kooltjes en half
onbedekt rooster. Beetje zo'n soort opstelling. Kan ik hier grillen en heb ik hier een indirecte zone waar die straks rustig door kan garen. Rooster mag erin. In het middenroostertje. Nou, mag het rooster even opwarmen. Borstelen we het ook meteen even af. Nou, de onderste schuif heb ik voor open. Ik wil hier best wel wat warmte hebben. We gaan die kip eerst lekker grillen. Dus dat... mag best wel wat zuurstof hebben. Nou, je ziet al langzaam de kootjes rood beginnen te worden. Zijn we denk ik wel klaar voor de kip? Nou, mogen de kippendijtjes erop. Die dijtjes grillen we totdat ze nou, nagenoeg gaar zijn. Daarna gaan ze over in een schaal. En ik gebruik er een mooie gietijzeren pan voor. Die zet ik alvast in. Dan kan die een beetje opwarmen. Anders ja, heb je straks mooie warme kippendijtjes. En dan gooi je ze in een koud gietijzeren pannetje. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Pannetje is een van de accessoires van de Bastard. Een cooking plate of zo. Er zit ook nog een houten ondergrondje bij, kun je hem weer opzetten als die heel heet is en dan komt van de barbecue af. Dus hartstikke leuk ding. Ze zijn niet zo gek duur en ja, gietijzer is altijd leuk speelgoed. Dus ideaal voor dit soort toepassingen. Nou, als je dingen optilt, en zoals deze, het zit nog vastgekleed aan het rooster. Ah, het valt mee. Hij komt een beetje los. Plaatsen ook af en toe een beetje. Als er een plek die, is die heter is, dan kun je ze even omwisselen en dan, ja, dan garen ze wat gelijkmatiger. Nou, even kijken voor de temperatuur. Nou, zie je, die zijn er al lang niet. De temperatuur die ik wil is ongeveer een graad of ja, 65, 70. Ik weet dat met een thermapen, die is heel erg snel. Sommige zijn er al bijna. Zoals deze. En deze. Dus die mogen naar het pannetje als ze gaar zijn. En wat we daar doen is ze in stukjes knippen. Ik gebruik daar een wildschaar voor. En dat is een kwestie van... ze even in hapklare brokjes knippen. Dat is makkelijker eten straks. De reden dat we ze niet in kleine stukjes hebben gedaan aan het begin is omdat ze anders door je rooster heen vallen. Dus. Nou, die is er ook. Deze mag er ook af. Nou, die andere gaar op dat gemak door, terwijl ik deze dan weer een stukje knip. Dus zo kun je dat een beetje mooi doen. Dan zal deze er ook zijn. Yep. Daarom heb ik ook kippendijen genomen. Die kunnen wat meer hebben qua temperatuur, drogen niet zo heel snel uit. Dus als je wat hoger in temperatuur uitkomt, is dat geen probleem. Dan heb je een mooi schaaltje met allemaal kleine stukjes. Mag de saus erbij. De saus die overgebleven was. Dus sleur dat even goed door.
Oh, de geur die eraf komt is echt waanzinnig lekker. Het gefermenteerde van die gochujang. Nou, dit laten we heel even doorwarmen. Een klein beetje. Tot die saus weer goed op temperatuur is. Ja, en dan komt de bizarre stap. Dan gaan we de kaas toevoegen. Even de deksel dicht, kan dat een beetje doorgaren. Ga ik onderhand even de kaas halen. Nou, alles bubbelt mooi. We gaan even naar deze kant. En dan gaan we de mozzarella opdoen. Dit is gewoon zo'n bol mozzarella. Of twee bollen eigenlijk, grote bollen. Die verdeel ik eroverheen. Ik hou waarschijnlijk wel wat over. Ik heb ze even in een vergiet gedaan, uit elkaar getrokken en in een vergiet uit laten lekken. En dan krijg je zo'n hele kleffe natte massa erop. Dat is ook zonde, dus. Breek dat een beetje op. Haal het uit elkaar als je het erop doet. Verkruimel het een beetje. Dan smelt het dan makkelijk allemaal. Dus ja, dat is wel genoeg, denk ik. Nou, doen we de deksel dicht en dan mag die mozzarella even lekker smelten. Kijk, het begint er al schitterend uit te zien. Als je dit normaal in de oven zou maken, dan krijg je er zo'n mooi gegratineerd korstje op. Dat lukt natuurlijk niet in de barbecue. Maar we kunnen wel, als je zo'n loeflighter hebt, zo'n snelstarter voor je kamado, voor je kolen, kun je die gebruiken om er een bruin korstje op te maken. Dus die ga ik even inzetten. Heb je dat niet, is het zo nog steeds erg lekker hoor. Laat je hem gewoon helemaal goed doorsmelten, maar ik ga dit even testen. Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar je krijgt wel die kleine bruine stukjes erin, wat het extra lekker maakt. En dat is hem dan. Dan is hij helemaal klaar, dan mag het van de barbecue af. Rest alleen nog het garneren. Dat doen we met wat groen van een lenteuitje. Dat verdelen we eroverheen. Of twee lenteuitjes. En sesamzaadjes. En dat is hem dan, de boeldak met kaas. Koreaanse fire chicken, vuurkip. Nou, in Korea is dit gewoon barfood, dus je krijgt dat bij je drank. En je deelt met z'n allen uit die schaal. Ja, je kan hier ook gewoon noedels bij doen. En die er doorheen scheppen, dat zou ook nog kunnen als je het in een wok doet. En dan heb je een heerlijke maaltijd. Dat was de boeldak, de fire chicken met kaas. Ja, ik ben dol op Aziatische gerechten. En ook op dit soort pittige dingen, heerlijk allemaal. Er zullen meerdere dingen langskomen. Ik heb al eerder Koreaanse ribs en zo gepost en andere Koreaanse kipvleugels en zo. Allemaal erg lekker. En ja, die gochujang, dat is echt mijn ontdekking van de afgelopen twee jaar of zo. Een heerlijke smaakmaker. En daar zullen ook vast nog wel wat dingetjes van langskomen in de toekomst. Maar voorlopig staat deze hoog op het lijstje om vaker gemaakt te worden in verschillende varianten. Dus hou je van dit soort dingen? Maak het ook een keer. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. En laat het dan horen in een reactie hieronder. Daar kun je ook gedag zeggen of vragen stellen. Voor dit een leuke video, heb je er wat aan gehad? Like hem dan. Geef een duimpje omhoog. En dat helpt mij onwijs in het algoritme van YouTube. Dan denkt YouTube, hey, dat is een leuk filmpje. En dan wordt het meer gepromoot. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer je dan op mijn kanaal. En druk op dat belletje. Dan krijg je een melding als er weer een nieuwe video online is. Ja, en dat was hem dan wel weer voor deze week, denk ik. Ik zou zeggen, tot de volgende.